Als je de afgelopen tijd eens door het centrum van Nijmegen hebt gelopen, heb je ze vast al eens gezien. De straatkunst van Wow Paintings, die op verschillende gebouwen een kleurrijk kunstwerk laten zien. Ook vandaag is er weer een nieuwe muurschildering opgeleverd die meer vertelt over de geschiedenis van Nijmegen als oude stad. Het is strategisch geplaatst aan de Waal en brengt zo verschillende historische elementen samen. Wow Paintings is een project dat ik samen met mijn collega Dennis Jussen in 2020 heb opgezet. En wij willen met dat project de stadsgeschiedenis van Nijmegen weer zichtbaar maken. En dat de stadsgeschiedenis die je niet meer ziet. Dus op die manier willen we dat de inwoners van Nijmegen en de mensen die Nijmegen bezoeken weer weten wat hier allemaal gebeurd is in het verleden. Wij zijn in eerste instantie in gesprek gegaan met Wow Paintings. Zij hebben ons een idee gepitcht, eigenlijk het verhaal wat er afgebeeld moest worden. Na de afloop daarvan zijn we in gesprek gegaan met studenten van de Universiteit van Nijmegen en van de HAN. Om te kijken, ja, wat kunnen we hier nou voor beeld bij bedenken bij dit verhaal. En aan de hand daarvan zijn wij aan de slag gegaan, hebben wij een ontwerp gemaakt. Dit kunstwerk is de painting nummer 13 in onze reeks. En wij proberen uit alle periodes een gebeurtenis weer te verbeelden. En dit is een gebeurtenis waar heel weinig mensen nog maar van gehoord hebben. De plooierijen. Dat was een politieke machtsstrijd hier in Nijmegen die begin 18e eeuw plaatsvond. En waarbij uiteindelijk ook doden zijn gevallen. Dus het was het bereikt een bloederig dieptepunt, zeg maar, in 1705. En hoe lang gaat daar overheen, dit proces? Nou, wel een aantal weken. Zoals Sander net zegt, je bent eerst bezig met een ontwerp samenstellen. En vervolgens, als het ontwerp dan klaar is en iedereen is er tevreden over, dan ga je het aanbrengen hier op de wand. En dat betekent met eerst de schetslijnen goed opzetten en daarna alle vlakken inkleuren en vervolgens details aanbrengen. En dat is op de duur wel behoorlijk priegelwerk, maar ook wel ontzettend leuk om te doen. En je bent afhankelijk van het weer. Als het regent, dan moeten we het uitstellen. En hebben jullie al feedback gekregen op dit kunstwerk? Ja, zeker. Mensen zijn over het algemeen heel positief. Eigenlijk merkt iedereen hier, of als je in de stad staat hier, dat iedereen eventjes stopt en naar het schilderij kijkt. En ze zijn gewoon hartstikke blij dat ze van die lelijke garagedeur hier af zijn, dat er een toffe schildering op staat.